We zullen vandaag spreken over het thema genezing. Er zijn heel wat verschillende meningen over dit controversiële thema. En deze keer zullen we spreken over het thema genezing, heden ten dagen. Het is een belangrijk thema waarover veel verwarring bestaat. En we zullen vandaag spreken over de laatste afval in het lichaam van Christus en over de twee posities als het gaat om het thema van genezing. Kort samengevat zijn die volgende. Sommige mensen die geloven dat de gave van genezing en de macht van genezing direct verbonden is met het eenvoudig opleggen van handen op de zieke. Of degene die problemen hebben, of dat je voor ze kunt bidden, omdat ze zo genezen worden. Ze worden vaak charismatici genoemd. Een woord wat zijn oorsprong vindt in het Griekse woord charisma, wat betekent begaafd. En twee van hun favoriete teksten zijn te vinden in 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 9 en Johannes 14 vers 12. We lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 9 het volgende. En een ander het geloof door dezelfde geest en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest. En we lezen in Johannes hoofdstuk 14 vers 12. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn vader. De positie van de bijbelgelovigen betreffende dit thema is het tegengestelde van wat deze zogenaamde charismatici geloven. De bijbelgelovigen hebben de volgende positie. God kan, zal en geneest ook. En het is belangrijk daarin om het woord van God, het woord de waarheid, recht te delen betreffende dit punt. De rol van de mens in dit genezen is geloof en een vurig gebed. Zoals de Heer dat beschrijft in Jacobus 5, vers 14, 15 en 16. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat zij over hem bidden? Hem zalven met olie in de naam des Heeren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Heere zal hem oprichten en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Blijd elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Een krachtig gebed is belangrijk in dit opzicht. Niemand heeft vandaag de dag de macht om te genezen door eenvoudig handen op te leggen, zoals de apostelen deden. Om deze macht aan te spreken, is om de macht van de apostelen aan te spreken. Nu is de vraag, als je deze twee posities tegenover elkaar stelt, wie heeft er gelijk naar de schrift? God kan zeker macht geven. Inclusief de macht om iemand te genezen. Hij geneest wanneer hij wil. Heeft hij het gedaan? Zo ja, wanneer? Aan wie? En voor wat voor reden? Als hij het ooit gedaan heeft, doet hij het nog altijd heden ten dagen? En zo niet, waarom niet? Dat zijn nu de vragen waar wij proberen een antwoord op te vinden in het zoeken naar verlichting over dit thema. En ons uiteindelijk gezag is het woord van God. Onze methode is om dit thema schrift voor schrift te vergelijken om te onderzoeken in de correcte context. Het eerste wat we gaan doen is de geschiedenis van het genezen onderzoeken. Wanneer zien we het eerst dat er mensen genezen worden? Dus dat zien we in het Oude Testament in Exodus hoofdstuk 4 vers 6, 7, 8 en 9. Exodus hoofdstuk 4 vers 6. En de Heere zeide verder tot hem, steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit en zie zijn hand was melaats wit als sneeuw. En hij zeide, steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem.
Daarna trok hij ze uit zijn boezem en zie hij, zij was weder als zijn ander vlees. Het zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge. Zo zullen ze de wateren die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. We zien hier dat het eerste maal dat het woord genezen wordt genoemd in de schrift, God zelf Mozes geneest. Het is interessant om te zien dat God deze genezing een teken noemt. We zien hier in vers 8, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. Het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, dan komt het derde teken, water en bloed veranderd. Het was een teken dat het volk de macht van God zag en daarom zou geloven. Met andere woorden, tekenen beginnen met het volk, de Joden, het Israëlische volk, want de Bijbel zegt dat de Joden een teken vereisen. We lezen in 1 Korinther hoofdstuk 1, vers 22 het volgende. 1 Korinther hoofdstuk 1, vers 22. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. In andere woorden, we weten dat, tenminste in het begin, genezing een teken was voor de Joden. Net zoals tongen was het een teken voor de ongelovigen, zoals 1 Korinther 14, vers 22 zegt. Daar lezen we. Zodan de vreemde talen zijn tot een teken niet voor degenen die geloven, maar voor de ongelovigen. En de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven. Het tweede wat we willen onderzoeken is, wie had de genezingstekenen? Ten eerste is het Jezus Christus. De vier evangeliën zijn vol van het genezen door Jezus Christus. Als hij tot zich verzamelt in Petrus, in Andreas, Jacobus en Johannes, dan beschrijft Jezus Christus ook het teken van het genezen, zodat de Joden gaan geloven dat hij degene is die macht gaf. We lezen daarbij in Matteüs hoofdstuk 4, vers 23 en vers 24. Matteüs hoofdstuk 4, vers 23 en vers 24. En Jezus omging geheel Galilea, leren in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verschillende ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten. En hij genas dezelfde. Toen Johannes de Doper de vraag stelde wie Jezus Christus dan wel niet was, gaf Jezus Christus dit getuigenis in zijn eigen woorden in Matteüs hoofdstuk 11, vers 2 tot en met 5. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en hij zeide tot hen, zijt gij degene die komen zal of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen worden wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Nou, op het moment dat Jezus Christus mensen geneest en tot zich roept, is er geen één persoon die teleurgesteld weggaat en niet wordt genezen. Lucas 4, vers 40 zegt, en als de zon onderging, allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen, brachten die tot hem en hij legde een ierlijk van hen de handen op en genas dezelfde. Dat kun je niet helemaal zeggen van de geloofsgenezers van vandaag. En er is nog iets, velen werden genezen zonder dat er geloof van hun kant nodig was. Jezus raakte ze aan, sprak woorden. Iemand beroerde zijn kleed
en ze werden genezen. Of zelfs van de doden opgewekt. Je kunt niet bepaald zeggen dat een dode geloof nodig heeft om genezen te worden. Nu, de tweede groep van mensen die genezingstekenen heeft, zijn apostelen. Jezus gaf de apostelen de gaven van de tekenen. En we lezen daar in Marcus hoofdstuk 16, vers 17 en vers 18. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Wel nu, dat zijn de apostelen, dat is niet direct gericht aan de huidige christen. Als het zo zou zijn, dan zouden alle christenen heden ten dagen in staat zijn om dodelijke dingen te drinken, zonder dat ze daarvan schade ondervonden en alle zieken te genezen. De student die het verschil hier te zien tussen een apostel en een volgeling, een discipel. De apostelen, oorspronkelijk 12, die werden persoonlijk door Jezus Christus uit die scharen van volgelingen of discipelen opgepikt. Er waren honderden van discipelen die niet die genezingskracht en andere tekenen hadden. Dat is heel belangrijk om te onderscheiden. En wederom, als Jezus geneest, zien we ook dat de apostelen genezen. Zoals in de vier evangelie, als ook in het begin van de boek Handelingen. We lezen Handelingen hoofdstuk 5, vers 15 en vers 16. Alzo dat ze de kranken uitdroegen op de straat en legden op bedden en beddekens, opdat als Petrus kwam ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. En nogmaals, in vers 12 is het door de handen der apostelen geschieden veel tekenen en wonderen onder het volk. De handen van de apostelen, niet van de discipelen. Het gaat zelfs nog verder. Soms is het zelfs niet noodzakelijk dat handoplegging geschiedt. We lezen iets verderop in het boek Handelingen, hoofdstuk 19, vers 11 en vers 12. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. Dat is vrij uitzonderlijk. Paulus zelf herinnert de gemeente in Korinthe eraan dat aan de apostolische tekenen waarvan zij getuigen waren geweest. In 2 Korinthe hoofdstuk 12 vers 12. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Nogmaals, hij zegt niet tegen deze christenen dat ze dezelfde dingen konden doen, of dat ze de gaven hadden zoals in 1 Korinthe 12 beschreven waren. We zien echter dat apostelen een hele grote macht hadden en bijzondere wonderen als resultaat daarvan doen konden. In veel gevallen was het niet eens noodzakelijk om voor hen om handen op te leggen om hen te genezen. Maar ze konden genezen worden door de schaduw of door de zakdoeken of de gordeldoeken van de apostelen. Wat echt zeer bijzonder belangrijk is, is dat betreffende deze apostolische tekenen ze niet lang duurden. Paulus was het uitverkoren werktuig van God om het evangelie aan de heidenen te brengen, in Galaten 2. Maar hij verloor deze macht en kon zelfs aan het einde van zijn leven zichzelf niet genezen. 2 Korinthe hoofdstuk 12 zegt dat in vers 7, 8 en 9. Omdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, omdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, omdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont. Paulus kon zelfs niet zijn naaste medewerkers Timotheus of Trofimus genezen. Hij schreef bijvoorbeeld aan Timotheus in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 5, vers 23. Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. En in zijn laatste brief, nadat hij in Handelingen 28 de eerste maand in gevangenis is geweest, hij gaat daar uit en hij is nu voor de tweede keer gevangen en schrijft over die tijd tussen de eerste en tweede gevangenschap aan Timotheus, 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 20. Erastus het is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik te Mileten krank gelaten. Dus na Handelingen 28, bij zijn tweede gevangenschap, is Trofimus krank of ziek in Mileten achtergelaten en Paulus kon hem niet genezen. Paulus roemde zich in zijn zwakheden. En hij noemde het nooit dat hij zijn geduld verloren had, dat hij de macht om te genezen had verloren. Hij begreep dat deze macht weggegaan was, totdat God opnieuw zou gaan handelen met de Jood of het Joodse volk. Dat zal gebeuren na de opname van de gemeente in de grote verdrukking. Nu is de vraag waarom God die apostolische machten wegneemt. Dat is heel eenvoudig. De macht om te genezen in de eerste gemeentetijd was een tijdelijk teken voor ongelovige Joden naar 1 Korinthe 14 vers 22. Toen Christus stopte om met de Joden om te gaan en het evangelie naar de heidenen bracht, stopte de tekenen. De Joden hebben Jezus Christus als de Messias en Zoon van God afgeleend, naar Matthäus 27 vers 25 en Johannes 19 vers 12. En Jezus werd zo een stolpersteen voor hun redding. En de Heer zegt dat we Christus dienen te prediken en hem gekruisigd voor de Joden een ik kan best het woord weder even opzoeken. In 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 23. De Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Toen de Joden als volk Jezus Christus afwezen, hebben de heiden hem met vreugde ontvangen. Dat is een paar keer gebeurd, reeds bij de kruisiging, maar toen zei de Heer, Vader vergeef, want ze weten niet wat ze doen. De tweede keer in Handelingen 7 in Jeruzalem, toen Stevens werd gestenigd. De derde keer toen Paulus werd gestenigd in Handelingen 14, in Klein-Azië, huidige Turkije. De vierde keer in Griekenland, in Handelingen 17, de Joden probeerden Paulus te doden. En uiteindelijk de vijfde en laatste keer in Rome, in het centrum van de toenmalige wereld, waar het Joodse volk, de Joodse afvaardiging, in het centrum van de toenmalige wereld, Jezus de vijfde en laatste keer nog eens als volk afwees. Vijfmaal vijf is het getal van de dood. We lezen ook over deze zeer bijzondere ontmoeting tussen Paulus en de Joodse leiders in Handelingen hoofdstuk 28, vers 27 en vers 28. Want het hart deze volks is dik geworden. Met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, omdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de ogen oren horen, met het hart verstaan en ze zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. Dus we leren van dit alles een hele belangrijke les in het recht delen van het woord de waarheid. Handelingen is een overgangsboek tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat God handelt met het volk van Israël en daarna met individuele heiden. En dit laatste vers in Handelingen 28, waar eigenlijk de Heilige Geest het boek Handelingen mee sluit, toont dat God tijdelijk opgehouden heeft met de Joden als volk te handelen. En hij neemt die draad weer op om met het Joodse volk als volk te handelen na de opname van de gemeente in de grote verdrukking. Het is heel belangrijk dat u ziet dat het teken van genezing door individuele mensen weg is. Het is niet bedoeld voor een heiden in deze gemeentetijd. Nu, zegt u dan, wat moeten we dan doen met al die genezers heden ten dagen?
Nu, we hebben een korte Bijbelse geschiedenis van genezing. En die laten we vervolgens nu eens kijken naar zogenaamde aanspraken die deze huidige genezers hebben. Zijn ze werkelijk begaafd? En als dat niet het geval is, wat zegt God dan over hen? Hoe ziet hij hen aan? Nu, we zien in het boek Spreuken, hoofdstuk 25, vers 14. Een man die zichzelf roemt over een valse gift is als wolken en wind waar geen regen bij is. Een man die zichzelf roemt over een valse gift is als wolken en wind waar geen regen bij is. In andere woorden, hij is gewoon hete lucht. Dat is wat God zegt. Iedereen die de macht aanspraak maakt om te genezen, claimt de apostolische macht en genezingstekenen. Nou, daar moet je erg voor oppassen. Zegt de schrift, dat zeg ik niet. Dat zegt de schrift. U zegt, ja, maar ik voel, ik heb ervaren, ja, dat is uw probleem. U dient uw gevoelens en ervaring te zien door de bril van de schrift en niet uw de schrift te bekijken door de bril van uw gevoelens en uw ervaring. Dat is typisch voor de huidige laatste tijd. Dat is het vlees dat centraal komt te staan, de gevoelens, in plaats van de feiten op grond van de schrift, geschiedenisfeiten. 2 Korinthe hoofdstuk 11, daar waarschuwt God in vers 12 en vers 13. Want wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden. Degenen die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in de apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. En ten tweede, dus de vijand is de grote imitator. Hij doet alles na. Dan dient u dat uit te proberen, zo iemand te checken. En dat wordt ook als opdracht gegeven aan u door de Heer in Openbaring hoofdstuk 2, vers 2. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwalen niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat ze apostelen zijn en zij zijn het niet en hebt hen leugenaars bevonden. Dus je moet mensen beproeven, uitproberen, zijn ze werkelijk apostelen? Als ze niet zijn, zijn het leugenaars. Waar spreekt God over? Naar de schrift zijn dat diegenen die aanspraak maken apostelen te zijn. En het zijn leugenaars. Het zijn mensen die dingen kopiëren. Wat betekent dat? God heeft het teken van genezing gestopt met de apostelen. En heeft dit aan enige mensen heden de dagen gegeven? Of heeft hij het niet gedaan? Als hij het gedaan heeft, dan moet je de hedendaagse genezers kunnen vergelijken met de ware apostelen. De vraag is, kunnen de hedendaagse genezers hetzelfde doen als de apostelen deden? Nee, dat kunnen ze niet doen. Ze komen niet eens in de buurt. Als jij zegt, ja, degene die mij volgt, die zullen grotere dingen doen dan ik. Nou, laat hem iemand maar over het water lopen. Laat hem maar van Nederland naar Engeland lopen over het water. Wat wordt gewoon meer? Dat geloof ik het. Laat hem een fles salmiak of een fles ammoniak nemen en opdrinken. Wordt iedereen genezen in deze genezingsverzameling? Nee, natuurlijk niet. Als deze mannen, mensen, dezelfde kracht, machten hadden, waarom kunnen ze niet al die mensen dan genezen, net zoals Jezus Christus deed en de apostelen deden? En Lucas 4 vers 40, Lucas 6 vers 19 en Handelingen 5 vers 15 en 16. In de meeste gevallen was het geloof van degene die de genezing ontving niet eens een bepalende factor. Met andere woorden, de hedendaagse genezers kunnen niet eens in de buurt komen van de macht die de apostelen hadden in het begin van Handelingen. Er is wijdverspreide fraude in deze zogenaamde feiten van deze genezers. Je moet nooit vergeten. Judas Iscariot kon ook genezen. En dan was een duivel naar Johannes 6, vers 70. Is het mogelijk dat sommigen door de kracht van de duivel mensen kunnen genezen en mensen kunnen bedriegen?
een valse leer. Noemen witte magie. Witte magie komt uit dezelfde oorsprong als zwarte magie of voodoo. En het komt uit de duisternis. Maar er zijn ook mensen die worden genezen. Het schriftelijke antwoord is heel eenvoudig. Dat het geloof van een zieke persoon of degene die bidt, dit tot stand kan brengen. Je hoeft echt niet naar een bepaalde genezing te gaan om Gods genezende macht te ervaren. Er zijn heel veel die worden genezen door hun eigen geloof of de gebeden van hun gemeente, kerk, vrienden of andere mensen die ze kennen. Denk er eens over na, dat stel dat je nu had die macht om door het opleggen van handen mensen te genezen. En het zou slechts werken in 30% van de gevallen. Wat zou je dan doen? Zet je een tent op, ga je in de gemeente staan en voor elke ontmoeting een collecte opnemen? Of zou je dan niet direct naar het ziekenhuis gaan, of misschien tegen de afdeling van het ziekenhuis gaan, of naar een verpleeghuis gaan, en al die mensen gaan heilen? Wat zal God nou meer verheerlijken? De waarheid is dat degenen die deze machten zeggen te hebben, leugenaars zijn. En bedriegers zijn, van de ergste soort. Als ze werkelijk konden genezen, dan zouden ze de ziekenhuizen en verpleeghuizen leegmaken. En vaak is het zo, als het geen zin maakt, zit er een euro achter. Een bijbelgelovige christen hoeft niet zich laten te bedriegen door deze onzin. De gaven in 1 Korinthe hoofdstuk 12 zijn echt. Maar die niet vals geïnterpreteerd te worden. God geeft een hele variëteit van talenten en gaven aan mensen. Sommigen hebben de gaven om heel makkelijk andere talen te leren. Terwijl anderen de gaven hebben om leraars te zijn of een woord van kennis of wijsheid te hebben. Anderen hebben gaven van genezing als artsen en verpleegkundigen. De versen die beschreven worden in 1 Korinthe 12 geven niet de apostolische genezingstekenen aan iemand. Vertrouw de levende God. Heb geloof in hem en niet in de mens of in uw gevoelens om u te genezen. Het kan zijn dat er een bepaalde ziekte is voor een reden. En Gods wil is dat. En het kan zijn dat hij niet wil dat iemand wordt genezen. Het feit blijft dat hele goede, godvruchtige mensen elke dag sterven aan ziekte. Kan God dood voorkomen? Jazeker. Doet dat elke keer? Nee, hij voorkomt niet de dood elke keer. In andere woorden, wat kunnen we hier nou concluderen? Wat hebben we geleerd van Gods woord? Ten eerste, dat het genezen een teken is. En dat tekenen beginnen met het volk van Israël. In Exodus hoofdstuk 4, vers 6 tot en met 9. Ten tweede, de Joden vereisen een teken. Naar 1 Korinthe 1, vers 22. Ten derde, de Joodse apostelen hebben de gave ontvangen voor ongelovige Joden. Naar 1 Korinthe 14, vers 22. Ten vierde, de apostelen hebben deze macht van tekenen verloren. Inclusief de mogelijkheid om te genezen, toen de Joden als volk Jezus Christus als Messias afwezen en het evangelie naar de heidenen ging. Zoals we gelezen hebben in Handelingen 28, vers 27 en 28, 1 Timotheus 5, vers 23 en 1 Timotheus 4, vers 20. De tekenmachten werden nooit aan de gehele gemeente gegeven. En vandaar dat genezen van een christen door geloof is, naar Jacobus 5, vers 14, 15. En 16. Maar ik hoop dat dit een beter blik geeft op het thema van genezing. De schrift zelf, plus een beetje gezond verstand, maakt het snel heel duidelijk wat de waarheid is op dit gebied.